Dit is een algemene nalegging. Gaat dat werken tussen jullie? Als je een persoonlijke reading wilt aanvragen, dan kan dat via mijn website. De link vind je in de beschrijving onder de video. We hebben de berg en volg de leider. Dus een obstakel is er op dit moment. Dus het gaat niet allemaal zo makkelijk op dit moment. Vandaar misschien die vraag van gaat het werken tussen jullie? Als er iets tussen jullie in staat. Hè? Met volg de leider zien we dat jij eigenlijk door jezelf te zijn, door echt te zijn en door sterk te zijn, zelfverzekerd, je anderen leidt. Dus jezelf en anderen leidt. De dwaas is een nieuw begin. Natuurlijk, hè, de nummer 0, dat is waar het allemaal begint. Deze relatie met deze persoon. Wat ik zie hier is dat deze persoon heel erg verliefd is op jou. Dan hebben we nummer 1, de magier. Dan hebben we de eerste en de tweede kaart van het deck. En hier hebben we de gerechtigheid. Nummer 11. Ik zie hier zeker een nieuw begin. En een nieuw begin, wat jij eigenlijk zelf in de hand hebt. Dus wat jij kunt beslissen of bepalen. Wat volg de leider ook zegt en de magier. Je hebt zelf alles in je wat nodig is. En eigenlijk is het enige wat jij hoeft te doen, je eraan overgeven. Want het lijkt een beetje alsof je het misschien tegenhoudt. Misschien je gevoel tegenhoudt of de relatie. Hier hebben we de Pentacles 4. Dus we zien dat deze persoon zich heel erg aan jou vasthoudt. Hè? Die houdt zich heel erg aan jou vast. Die is heel erg verliefd op jou en denkt de hele tijd aan jou. Maar jij houdt het wat af op de een of andere manier. Dus het zou zelfs kunnen met de Pentacles 5 dat er op dit moment helemaal geen contact is tussen jullie. En deze persoon die is maar, zich aan het vasthouden en aan het denken aan jou. En die gevoelens worden alleen maar sterker en sterker. De duivel. Verleiding, de duivel hebben we hier. Is een obsessie. Dus deze persoon is eigenlijk geobsedeerd door jou. Dit zijn hele sterke gevoelens die we hier zien. Dit is dag en nacht denken aan jou. En misschien is dat het wel wat jou een beetje tegenhoudt. Dat gevoel. Dat er zo sterk aan jou wordt vastgehouden. Het zou kunnen zijn dat deze persoon net uit een relatie komt. Zoiets. Of jij misschien zelf wel, hè? Gerechtigheid, dus uit elkaar gaan of scheiden. Dat je misschien het gevoel hebt dat jullie er nog niet klaar voor zijn om verder te gaan. Met de koning van zwaarden. Dus wat ik hier zie is dat deze persoon eigenlijk niet meer weet waar hij het moet zoeken of zij het moet zoeken.
weet eigenlijk helemaal niet meer wat te doen, hè? Juist omdat het wordt alleen maar erger eigenlijk. Zeker als jullie niet in contact zijn. Deze persoon die gevoelens zijn aan het opbouwen. En ook dat gevoel van onmacht eigenlijk. Van nou, wat moet ik doen? Ik kan niks doen. Ja, we zien hier die groei. We hebben de ster met de pentakels 7. Dus daar zien we die groei. Want ik zie dat jij wel aan deze persoon denkt. En misschien ook aan die toekomst denkt. Van nou, hoe zou dat eruit zien voor ons? Hoe zou dat zijn als we samen in een vaste relatie zouden zijn? Want het hangt allemaal van jou af. Als jij besluit van nou, ik wil dit doen. Dan kan het. Als jij zegt ik wil het niet doen. Dan laat je het zoals het is. Of dan neem je afstand. Of zeg het maar. Hè, hoe je dat wil aanpakken. We gaan kijken als jullie dit zouden proberen. Als jullie in die relatie zouden gaan. Dit zijn hele mooie kaarten. We hebben de Ridder van Kelken en de Aas van Kelken. Dus heel veel liefde. En dat klopt natuurlijk een beetje met wat we in het begin zagen. Hele hevige verliefdheid. Maar het gaat verder dan dat. Dit is een liefde die groeit. Serieus is. Gaat groeien. Hè? Als je dit een kans geeft, dan blijft het groeien. En dan wordt het een hele stevige basis eigenlijk. Heel stabiel. En zal zeker gaan uitgroeien tot een huwelijk, hè, met gerechtigheid. Hier hebben we de Ridder van Staven met de Aas van Staven. Dus dit is iets wat deze persoon heel erg graag wil. Wild eigenlijk. Wild van het idee. Maar ook heel enthousiast. En ik denk dat dit sowieso iemand is die overal vol induikt. Misschien niet altijd goed nadenkt over de gevolgen of over hoe het dan verder moet. Maar gewoon dat idee heeft en dat gevoel heeft en dan dat ook uit. En niet bang is om dat dan achterna te gaan, hè? Die wens, die droommens die we hier zien. Hier hebben we de gehangene met de staven 7. Dan zou het kunnen dat jij net wat voorzichtiger bent. En wat meer over de dingen nadenkt. Hè? Het van alle kanten bekijkt. Hoe moet het dan met dat en met dat? En ik zie wel dat er een moment komt dat je die beslissing neemt. Hè? Dus dat je zegt van nou oké, ik ben er klaar voor. Nu gaan we dit doen. Daar hebben we die beslissing. Hè? Die zwaarde 2 met de aas van zwaarden. Dus daar kies je voor het nieuwe begin, voor het begin tussen jullie. Ik denk vooral eigenlijk omdat je benieuwd bent waar dit naartoe kan gaan. Hè? Dit is een nieuw begin. We hebben 1, 2, 3 azen. De dwaas natuurlijk in het begin. En het hangt allemaal af van jou eigenlijk, hè, wat jij wilt. Of je dit wilt doen of niet. Een beslissing die jij maakt. Laat je het groeien. Of catch het juist af. Staven 6. De zegenwagen. En de hoge priesteres. Dus we zien dat er een succes gaat zijn. Hè? Die doorbraak die komt eraan. Succes zien we hier. Die overwinning. En ook ervan uitgaan dat het lukt, hè, voor jullie. Um,
En het nadenken hè, van gaan we dit doen of gaan we dit niet doen. Nou, we gaan kijken hoe dit eruit ziet in de toekomst. Hè. Het ziet er veelbelovend uit. We gaan zien of dat ook op de lange termijn zo is. Ja, of jullie die stap gaan zetten. Hè, wat er verder gebeurt. Wat gaat er in deze persoon allemaal om. Wat voelt diegene. En op welke manier gaat dit allemaal gebeuren voor jullie. Dus ik ga verder met de legging in de verlenging. Ik zet de link in de beschrijving onder de video. Dus nou, misschien zie ik je daar. En zo niet, ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké? Dag!